Kijk naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Tim van Zuilenkom en ik ga lekker chest openen. Ik kom jou voor 5 minuten halen, goed? Spannend. Tim, hoor je mij? Wat is dit? Een blok of Pandora? Geen idee wat het is. Wel ontbijt hoor. Een ijsbeer! Ik heb een ijsbeer! Nee, ik hou het bij mijn slang. Dus je zegt, Tim, je hebt allemaal vette dingen. Ik hou het bij mijn slang. Ik ben dol op mijn slang. Zo, ik was even stil, ik was even aan het nadenken, maar dan gaan we wel even de game spelen. Dan gaan we zo meteen wel even. Ik ben een beetje moe. Volgens mij heb ik mijn moeder met dit spel heel boos. Mag ik maar blij zijn dat je mijn facecam niet ziet. Ik snap er nog steeds helemaal niks van. Maar goed. Die granaat zag ik wel, meneertje! Meneertje, jij hè? Met je stomme granaat! Oeh. Ben je iets van ons? Waarom doet hij het niet? Oh, sorry. Zij is van ons! Kijk, deze hier reed. Deze ga ik ook verliezen. Let jij maar eens even op. Spel. Als mij die nog een keer speelt, dan ga ik echt. Huh?
Wat bent u aan het doen, meneertje? Er is hier wat, er is hier wat, er is hier wat, er is hier wat! Ja, joh! Tering! Dat heet karma! Karma, bitch! Hij doet ook echt helemaal niks. Karma. Ach, maar dit ga ik toch verliezen. Hoeveel zij voorstaan. Ja, ik moet nog reloaden. Teringspel. Waarom is dat reload knopje nu überhaupt? Tering spel zeg. Tering liars zeg. Ik zou het toch ook zo verliezen. Ik weet niet wat het is. Ik dacht, ik ga het eens een keer proberen. Ik heb het namelijk nog niet gedaan. Ik dacht, het is leuk om het een keer in een video te doen. Dus dat ga ik nu even doen. Oké. Ik heb een disco. Een hand waarmee ik kan slaan. Ik heb een leeuw. Een discobal. Kenschool. En een potion of iets. Wat moet ik hier doen? Moet ik iemand slaan of zo? En je hebt niks anders dan je handen. Moet ik hier gewoon in gaan zoeken of zo?
Kan ik jou slaan? Oh ja, ik heb natuurlijk mijn jetpack, dat is waar ook. Ik zie daar wel kogels. Dan zou je denken dat je ook een wapen hier kan vinden. Komen er nog s'nachts ook iets van zombies of zo? Ik zie hier wel mijn kogels. Mensen, laat achter in de reacties wat ik hier moet doen, want ik snap er echt helemaal niks van. Ik zie wel spullen liggen, maar ik kan het ook helemaal niet pakken. Ik zie een kogel, dus ik denk dat ik ook wapens kan vinden. Kan ik hem die hartjes geven? Kom hier. Zombies of zo. Oh, nu snap ik het. Wij zijn zombies. Maar ik wil helemaal geen zombie zijn. Yes.
ook staat dat je het, ja. Ik heb weer hetzelfde. Ik kan niet weer niet in de game. Maar, ik weet niet wel hoe die moet. Blijkbaar stond ik dus telkens op het bruine. Ik weet niet dat ik... Als ik... niet op het bruine kan staan, zie je? Dat is wel chill dat ze dat gemaakt hebben. Oké. Oh, het lijkt me wel moeilijk om dat hele parcours te halen. Oh my god, dit wist ik niet! Dat wist ik niet! Ik val het precies tussen. Oh my god, wat gebeurde daar? Ik drukte hierop. Ja. Voorzichtig.
Zie, anders red je het niet. Ik stond daar! Dat is zo balenkale. Eigenlijk wel heel makkelijk die balen. Maar ik denk voor de volgende keer dat dit echt veel te makkelijk is. Nou, soms. En als ik dan daar telkens span, dan is dat stukje... Weet je, als het geld had... Dan maakt me dat niet zoveel uit. Ik heb gewoon geen diamanten meer. Ach, het stom dat ze dat vragen voor diamanten. Jump. Oké. Okay. Jump. No! I jumped the mast. Die boomschokken zijn echt moeilijk. Dit is zo makkelijk. Kijk. Nou, niet. Kijk, let op. Moet je opletten. Zo moet je het doen. Niet zo dus. Let op. Heel rustig aan. Zie je, zo moet je dat. Je moet je echt op het laatste moment springen. En dan echt op het puntje gaan staan. En dan naar de volgende boomstronk springen. Hoppla, gewoon in. Ik haalde hem los, maar toch rende die per ongeluk wat verder. Oh my god, ik stond op die heli. Daar had ik zoveel lekker mee. Als ik niet op die heli was beland, hè, dan was ik niet al sowieso dood geweest. Ik stond op zo'n heli. Ik focus me heel erg nu. Oké, dit was gewoon echt heel erg snel. Ja. Oh my god, ik ben zo noob. Ik vergat gewoon te jumpen. Ik loop er af en voordat ik er bijna afliep, moest ik jumpen. Hier vroeg, jumpte ik te vroeg. Ik ga niet gewoon volle YOLO. YOLO! Oh, nou. YOLO! No, maar het, volgens mij kan het wel. Ik ga het eens uittesten.
Ja, het kan wel. Jongens, tof, bedankt voor het kijken naar deze video. Oh, trouwens, ik wilde jullie nog een paar dingen laten zien. Want ik kon dat niet opnemen. Ten eerste heb ik mijn droomwapen gekocht. Dat is deze. Want eerst had ik de AK-47. Dat was, of zoek ik deze. En, dus het begon eigenlijk met van deze, naar deze, naar deze, naar deze, naar deze. En ja, daar naar deze. En ja, daar naar deze. En hier zo. Ik had eerst deze, daarna deze. En ja, nu heb ik deze. En die heb ik ook wat veranderd. Eerst had ik natuurlijk de normale, gewoon normale sword. Daarna had ik X en duidelijk het vuurzwaard, maar nu heb ik de lolly. En het verbaast me, deze lolly doet veel meer damage. Ik ga toch wachten, het vuurzwaard. Bij deze is eigenlijk niet veel veranderd. Hier moet ik hem nog wel even upgraden een keertje, maar daar heb ik niet genoeg geld voor. Ga ik zeker een keer doen. Bij sniper. Boom, boom, boom en... Boom! Ik heb hem gekocht. En een half uur had ik natuurlijk deze. En de hij. De hij. Maar nu heb ik deze. Nou, ik bedank jullie voor het kijken. Oh, trouwens. Ik wil jullie inderdaad nog iets anders laten zien. Ik heb namelijk mijn eigen cape ontworpen. Boom! Ik vind hem heel vet gelukt. Het is een thee van Tim met een mooi randje. En ik heb hem hier heb ik zo lang mijn best op gedaan. Echt niet helemaal. Maar ik ben er super blij mee. Voor de mensen die denken van... Oh, vet. Ik wil ook mijn eigen cape ontwerpen. Dan kijk deze video en druk je op Armory. Dan ga je naar... Waar? En dan druk je op cape. En hier kan je onder editen drukken. En dan zie je, kan je je eigen cape ontwerpen. Toen heb ik maar wat random kleurtjes uitgekozen. Ik vond het eigenlijk wel vet uitzien. Kan ik trouwens ook nog donkere oranje. Even een kleine toevoeging hoor. Nou, daar gaat mijn donkerblauw. Zo. Even een kleine toevoeging. Maar dat was dus echt super vet geworden. Ik ben er super vet geworden. Dus deze cape houdt voortaan. Maar dit blijft natuurlijk ook nog vet. Of met die kogels ontwerpen en de pistolen. En die vuurdingen. Ik ga zo ook nog een keer kijken. Show armor. Kan ik daar ook op klikken? En dan met de cape natuurlijk. Maar goed. Craft. Wat is er met craft? Is
zijn hier 13 dingen met craft. Ik weet niet wat ik nu moet voorstellen. Deze met deze. Ik had die bedacht, want kijk. Boom, die. Net dan natuurlijk die. En dan heb ik hier nog een hele mooie gehad. Vind ik anders ook. Ik vond dit echt heel mooi. Het lijkt net alsof ik allemaal lekker versierde bloemetjes. Rond. Kijk, zo weg, dan ga ik denk ik wegsturen. Denk. Maar goed, dus bedankt voor het kijken. Ik heb hier mijn plannen voor de toekomst laten zien. Ik hoop dat ik er naartoe kan werken. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.